De eerste officiële wedstrijd na de competitiestilstand in maart. Speelt Waslania tegen Venray om de eerste voorronde van de KNVB-beker. En op het doel, u zag hem net, Jack Morau, de vervanger van Edgar Lidam, die zwaar geblesseerd is. We wensen hem natuurlijk beterschap. De beginfase van de wedstrijd is vooral rommelig. En deze situatie die u net gezien heeft, is daar wel een beetje tekenend voor. Er wordt nog wel geklaagd tegen de scheidsrechter. Maar die geeft niet meer dan een hoekschop. Dan even verderop in de wedstrijd is het Fievermans die daar kan oprukken. En die gaat vrij gemakkelijk combineren. En ook hier kan iemand zomaar vrij doorlopen. En dan staat die nummer 7 Verstegen volledig vrij. Ja, en die heeft hem alleen maar voor het intikken. Verstegen, die gaan we wat vaker zien in deze wedstrijd. Een man die ook betaald voetbal heeft gespeeld. En de beste man van Venray. Kijk, tikt hier heel eenvoudig de 0-1 binnen. Waslania die kijkt aan tegen een achterstand. Kijken of ze dat snel kunnen omzetten. Nou, wat heen en weer geworpen. En kijk, daar komt die Verstegen weer in balbezit. Een handige speler. Probeert het met een lopje. Maar goed, de wind is niet in zijn voordeel. De bal zeilt ver over het doel. Blijft gelukkig 0-1. Dan een vrije trap. We hadden het net over een rommelige fase in de wedstrijd. Hier is er weer eentje. Baptiste staat klaar om in te schieten. En die raakt dan vervolgens Tim van der Voort. Een gemiste kans dus. Zonde. In de eerste helft was Waslania nog niet op zijn best. In de tweede helft moet het dan beter. Maar ja, de eerste kans is wel weer voor Venray. En daar is hij weer. Die Verstegen. Maar hij vergeet zijn grote tenen uit te steken om die bal in te tikken. En de 2-0 binnen te tikken. En gelukkig voor Waslania blijft het dus 1-0. Vissers met een lange bal en brengt daar Van Meel in balbezit. Die stuurt Donovan de Groot weg, die houdt het overzicht. En dan kan Van der Zalm heel eenvoudig tegelijk maken, binnentikken. Goed uitgespeelde kans en doelpunt voor de Groen-Witte. En zo staan we weer gelijk. En eens kijken of we deze voorsprong snel kunnen uitbouwen. Mooi doelpunt, goed teamwerk. En dat doelpunt mag natuurlijk gevierd worden. Dan, vlak na dat moment, goede ingreep van Vrede. En wordt hier, mislukte bal zou je denken. Maar de keeper wordt onder druk gezet. En het is Roy van Beek die de 2-1 binnen schiet. Van Stiphout, of Stiphout moet ik zeggen. Die raakt volledig de weg kwijt en levert zomaar die bal in bij Roy van Beek. Die de 2-1 kan binnentikken. Kijk maar, hij neemt veel te lang de tijd. Ja, en die moet je Roy niet geven. Die kan hem zo in een leeg doel schuiven. 2-1. Vervolgens. Verderop in de wedstrijd. Combinatie weer Roy van Beek. Dringt het strafschopgebied binnen. Gaat uithalen en schiet hem keurig in. 3-1. En zo is het verschil gemaakt. Prachtig doelpunt van Roy van Beek. Die hem van de zijkant echt netjes in schiet. Laat de keeper ditmaal kansloos. Die kan er echt niks aan doen. Kijk, neemt hij meer aan. Rukt op strafschotgebied in. Maakt een schijnbeweging. En dan met rechts. Netjes in de verre hoek. 3-1. En Waslania gaat door. Baptiste rukt op. Het is hier Donovan de Groot die het strafschotgebied binnenwandelt. Schot wordt afgeweerd. En dan weer Roy van Beek. Maar nu zeilt die bal net langs de kruising. Had toch wel een hele snelle hattrick geweest. Voor Roy van Beek, maar het blijft nog even bij 3-1. Dan, om die keeper op te jagen, dat heeft al wat opgeleverd. En ook nu weer, Van der Zalm, die krijgt die bal, de Groot, en die tikt hem ook binnen. 4-1, het is beslist, dat mogen we echt wel zeggen. Het is slotfase van de wedstrijd. En Waslania heeft goed orde op zaken gezet in die tweede helft. De Groot, hij tikt hem even naar rechts om hem vrij te spelen en dan voorbij de keeper. En zo plaatst Waslania zich voor de volgende ronde en bekeren we voorlopig nog even verder in de KNVB-beker. Ja, Marcel, afgaand op de uitslag een hele makkelijke middag, maar dat was het niet. Nee, dat kan je wel stellen. Natuurlijk 1-0 achterstand, onnodig. Ja, dan vind ik toch dat we te weinig de eerste helft hebben laten zien voor wat we kunnen. Ja, de tweede helft hebben we dat wel gelukkig recht kunnen zetten. Ja, omslagpunt. Ik denk dat we rustig zijn gebleven. Vooral de bal toch wel kort. We praten altijd over 15 meter ballen, maar kort naar elkaar schuiven en veel beweging. Ja, dat je er uiteindelijk doorheen kan voetballen. Ja, en uiteindelijk scoor je natuurlijk dan wel binnen een minuut twee keer.
En dan zie je ook bij hun alle krachten wegvloeien. Ja, Roy, uiteindelijk maken jullie 4 doelpunten. Jij maakt er daarvan 2. Is dat fijn? Ja, lekker om 2 goals weer te maken. Het is een tijdje geleden ook vanaf de bank beginnend vandaag. Is natuurlijk minder, maar als je dan gelijk al de tweede helft mag invallen en de 2 binnenschieten als invallende spits, dan denk ik dat ik mezelf wel goed heb laten zien vandaag.